Met zo stoffen binnenkant. Ik kijk dus echt naar jullie. Kijk, koekjes, deeg in een potje. Hey iedereen, welkom terug in een nieuwe video. Het is 5 uur, het is 's avonds. Maar ik dacht, als ik nu niet film, heb ik geen video voor woensdag. Allee, niet alleen daarvoor. Ik wou ook gewoon mijn aankoopjes kunnen uitpakken en gewoon tonen aan jullie. Daarom dat het eventjes zo is met een ringlamp en met een niet zo flawless look, want ik kom van mijn werk. En ik ben echt goed verkouden, dus ja, het zit zo niet mee. Maar kijk, ja, het is niet super erg of zo, maar kijk, ik dacht, ik ben naar Antwerpen geweest en ik heb echt hele leuke dingetjes gekocht bij de Sting en ook bij de Primark. En dan hiernaast heb ik ook nog wel leuke kerstspulletjes gekocht. Dus ik dacht, het is misschien wel leuk voor een shoplog. Dus ik zou zeggen, ben je benieuwd wat ik allemaal heb gekocht? Doe alvast een duimpje omhoog en abonneer op mijn YouTube kanaal. Ik zal misschien eerst laten zien wat ik in Aalst heb gekocht. Ik kocht deze schattige vormpjes en ik heb die ook voor een vriendin gekocht, dus super leuk natuurlijk. Hier ga ik uiteraard koekjes mee maken. Dus die gaan jullie waarschijnlijk nog zien voorbij komen op mijn Instagram. Dan zag ik nog iets heel erg leuk. Namelijk deze gingerbread kruiden. Lijkt mij ook wel super tof om een soort do-it-yourself projectje mee te doen. Dus dat komt er zeker en vast ook nog aan. Dan als laatste bij de Flying Tiger? Nee. Dat is Dille en Camille. Sorry hoor, amai. Het is een beetje vermoeiend geweest vandaag. Maar dus, dat is van bij de Dille en Camille, deze kruiden. En dit is ook van bij de Dille en Camille. Namelijk deze super mooie mok. Ik had nog geen mokken genoeg, dus daarom heb ik nog een foto. Kijk eens hoe schattig die is. Super leuk met zo koekjes en zo, gingerbread. Zo leuk. Ja, ik vond het echt een hele leuke mok. Dan zullen we overgaan naar de Primark, want daar heb ik ook super leuke dingetjes gekocht. Als eerste een paar nylonkousen. Ik denk zelfs dat er 3 paar in zitten, zoals ik het kan lezen. De prijs hiervan staat erop, €4,50. Dus super weinig eigenlijk voor ja, deze kousen. Ze zijn redelijk dik, dus ja, dat is wel nodig met dit weer. Over dikke kousen gesproken, ik kocht ook nog een legging. Namelijk deze. Ja, ik heb die al eens aangehad, waarom hangt er geen papiertje meer aan. Ik denk dat die rond de €8 was. Kijk, dat is zo'n legging met zo'n stoffen binnenkant. Ik doe, zoals jullie misschien weten, ook flexijob als aanvuller in de winkel. En dat is daar mega koud. En dit doe ik dus over onder mijn jeansbroek aan. En dat is echt perfect. Ik heb dat wel gekocht in een... Welke maat heb ik gekocht? Ik dacht medium large. Ja, ik denk het wel. Als volgende iets super schattig, namelijk dit voor in je haar. Ik dacht, dat is wel leuk voor op mijn werk. Ik werk in een crash en ik denk dat de kinderen dat geweldig gaan vinden. Dat kost €2, €3, €3. Dan kousen. Dat mag niet ontbreken, maar kijk eens hoe leuke kousjes dat zijn met hartjes. Met zo ribbels en hartjes. Ja, ik vond ze gewoon super leuk eruit zien. En die waren... oei, de prijs is er af. Oké, dat is ook niet zo handig. En ik weet niet, heb ik nog een rekeningetje? Eens kijken. €4. €4 waren die. Ja, €4. Dan kocht ik ook nog kousen. Maar dat zijn zo speciale kousen. Kijk, zo cushion met zo een kussenzool of zoiets. Een beetje sportkousachtig, maar als ik ga werken, vind ik dat wel belangrijk om voldoende ondersteuning te hebben. Ik heb er al een paar aangedaan, zoals je kunt zien, want er zitten normaal 3 paar in. En dat is €4. Dan kocht ik ook nog dit. Dat is zo'n shower steamer. Je moet dat dus neerleggen in je douche. En dan gaat dat beginnen stomen. En dat was dus een korting voor €1. Dan zag ik deze super schattige potjes van Winnie de Pooh. Ja, die zijn echt mega schattig. Kijk, hoe leuke kleurtjes ook. Die kosten, dat zijn dipping bowls trouwens. Of je kunt daar iets anders in de nootjes, kaasjes of zoiets. Die waren €7 voor 3 overschattige potjes. Ik vind het echt zo leuk. Als laatste bij de Primark kocht ik dit.
Ik vond echt zoveel leuke kerstgerecht. Maar ik heb me dus inhouden tot één dingetje. Ik kocht dit. Dit gingerbread mannetje. Voor €4,50. Kijk nu, die kon ik toch gewoon niet laten liggen. Ja, die kijkt dus echt naar jullie. Die kon ik niet laten liggen. En daar ruikt mijn zakje nog naar Lush. Want ik kocht ook nog enkele leuke dingetjes bij Lush. Mijn steenvaste kerstscrub van elk jaar. Let the good times roll. Kijk, koekjesdeeg in een potje. Ziet er echt heerlijk uit. En het is ook een zalige natuurlijke scrub. Die scrub kost. Ik heb daarvan geen rekening. Dus sorry, dat weet ik niet. Ah, ik kom hier nog een spel tegen van Primark. Kijk, die spel wil ik jullie niet onthouden. €3. Dat is echt met zoveel mooie kleurtjes en glinsters. Als laatste bij de Lush kocht ik deze Rainbow Bubble Bar. Ik zal hem even open doen misschien voor jullie. Die ruikt echt op de look. Kijk. Wauw, die is mega mooi. Oh, zo mooi dat die is. Super mooi. En die ruikt ook goed. Je zou nu zeggen, je hebt toch geen bad? Nu, mijn ouders hebben een bad, zoals jullie misschien weten, als ik nog thuis woonde. En stiekem neem ik daar ook soms wel nog eens een bad. Dus daar kan ik dat zeker aan vast gebruiken. Dat was alles van Primark en Lush, geloof ik. En dan heb ik nog één leuk zakje. En dat is van The Stink. Oké, amai. Ik ben echt zo goed verkouden. Ik moet elk moment ieder moment moet ik mijn neus snuiten, moet ik deze video stopzetten. Dus sorry hiervoor. Maar voor de rest alles oké, hoor. Dus ik ging bij The Stink. En daar kocht ik deze super mooie trui. Die is echt zo mooi. Oei, ik heb hem nog verkeerd. Kijk. Ah, dat is echt zo'n leuke winkel. Waarom kan ik die trui niet goed tonen? Kijk, zo'n mooie. Zo'n mooie trui. Super mooi. Deze was €45. Die is niet wit zoals je ziet. Zo'n beetje gebroken wit, crème-achtig. En dat is dus met zo'n ritje. Kijk. Zo mooi. En dan als laatste kocht ik dit mooie mauve kleurige hemdje. Je kunt dat als soort jasje gebruiken, maar ik ga dat niet doen. Ik ga dat echt als hemdje gebruiken. Kijk, die is echt heel erg mooi. Super mooi. Voilà. Ah ja, het hemdje was €35. Ça va nog van prijs eigenlijk. En dat waren alle items dat ik jullie wil laten zien. Nu ga ik een zalige douche nemen en ga ik op mijn gemak eten. Ik denk deze video ook bewerken. Ik denk dat ik er niet zoveel werk aan heb. En gewoon een beetje rusten, want ik denk dat ik dat wel ga nodig hebben. Want anders gaat dat niet beter. Maar ik zeg het, mijn verkoudheid was beter. Dan begint dat opnieuw. Ja, ik haat eigenlijk winter. Deze koude periode, dat is echt niet goed voor alles. Voor mijn haar ook niet. Voor gewoon, ja, mijn neus is zo rood als iets. Ik, ja, constant moeten snuiten. Maar voor de rest, ça va hoor. Ik heb hele leuke items. Ik ben er blij mee. Dus ja, hopelijk vonden jullie deze video leuk. Als het zo is, doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn YouTube-kanaal. Tot de volgende video. Dag!